voor een groep staan moet, betekent dat je leidinggevend gedrag moet vertonen. Dat is niet zo simpel om dat onder de knie te krijgen, maar het is je wel gelukt. Je hebt een heel andere rol aangenomen. Dus van een afwachtende student, een rustige student, ja, moest jij daarvoor groepen pubers de leiding geven. Is je prima gelukt. Ik keek net even naar de schoenen. We kijken nog even naar. Francine die draagt hoge hakken voor degenen die haar niet kunnen zien. En die zijn ongeveer zo hoog. ik kijk daarnaar en het doet mij denken aan mijn oudste dochter. Die mocht geen hakken dragen van haar vader toen zij nog thuis woonde. Het is een hele strenge man en het was ten strengste verboden, want hij dacht dat het heel slecht was voor haar voeten. Toen ze het huis verliet, dat is nu al een tijdje geleden, je snapt het wel, het eerste wat zij deed was, dit soort schoenen kopen. En dat heeft ze tot nu toe volgehouden. En toen ik die hakken zag, moest ik er even aan denken. Ik dacht, goh, ja, Francine en hoge hakken. Heel modebewust, hè, zoals jij hier nu ook ziet, zo kennen we jou helemaal. Ik wil nog even verder borduren op die hoge hakken. Toen zij laatst thuis was, die dochter van mij, stonden dit soort schoenen in de hal bij ons. En ik dacht, goh, ik probeer eens of ik daar ook op kan lopen. Want het staat wel erg elegant allemaal. Nou, dat heb ik geprobeerd. Ik vond het niet comfortabel en ik vond dat je ongelooflijk moest balanceren en op je tenen moest lopen om op die schoenen voort te bewegen. Ik noem dit even omdat ik denk dat je niet alleen letterlijk vaak moest balanceren op de hoge hakken en soms op je tenen moest lopen, maar bij de studie was dat ook wel een beetje zo, dat je zo nu en dan wat